Vandaag neem ik als Supersonic Legends het op tegen 3 Platinums. Er is alleen één ding, de Platinums hebben allemaal hacks. Dat betekent dat als zij de bal aanraken, dat de bal letterlijk gelijk naar het goal vliegt. Dus ik moet heel erg goed opletten. Oké, laten we beginnen met een 1v1. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Oké, mensen, ik speel nu tegen 1 Platinum. En deze guy, jij hackt. Hier, kijk, die bal die gaat gelijk op mijn goal af. Bro, wat is dit? Hey, dit wordt steeds erger en erger. Denk je dat je dit gaat winnen tegen mij met jouw hacks? Nee, denk ik niet, want je bent wel een Supersonic Legend. Maar... dat klopt, maar bro, hoe ga ik dit doen als het zometeen nog erger wordt? Ja, dat weet ik niet, maar... en ik moet dus zometeen tegen 2 en daarna 3 Platinums, hè, met hacks. Dat moet ik even niet vergeten. Kijk, tegen 3 normale Platinums, bro, ik pak jullie. Oh shit, hier, kijk, wat moet ik hier tegen doen? Wat? Hoe gaat dit? Oké. Wat ik wel zeg is dat ik normaal tegen 3 Platinums op zich wel kan winnen. Maar tegen 3 Platinum met hacks gaat het heel moeilijk worden. Bro, ik wens je in ieder geval succes, ook al ben je een hacker. Ik fake. Oh shit, waarom zeg ik dat tegen jou? Dat weet ik niet. Oké. Ik heb in ieder geval 1-1 gebakt. Prima. Even voordat jullie denken dat Goose Goose een gekke man is. Hij doet dit alleen in private matches, dus niet in rank. Dat kan ook helemaal niet. Dus hij is alleen een hacker tegen mij op dit moment. En bro, jij kan dus gewoon schieten waar je wil en dan gaat de bal op mijn goal af. Oké. Hey. Hey. Wacht, dit is mijn kans. Achteraan. Ik wou gewoon rustig schieten. Maar... ja, die bal die ging vanzelf, hè? Ja. Ik ben bang, want deze bal gaat waarschijnlijk op mijn goal af als ik niks doe. Als ik niks doe, dan gaat de bal alsnog op mijn goal af. Dit is zo raar, mensen. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat zijn tegen 3 Platinum zometeen. Oké. Heb ik wel de 2-1 gemaakt? Ja, oké. Maar wat jouw hexes doen, is dat ze steeds harder gaan, hè? Dat is echt insane. Oh, shit. Het wordt heel moeilijk om te saven. Yup. Oh, ik heb geluk. Alleen die bal gaat nog steeds op mijn goal af. Hey, het maakt geen eens uit hoe hard jij hem hit, volgens mij. Volgens mij, als je hem gewoon aanraakt, is het gewoon een goal. Oh, shit. Nee, wat is dat? Oh, shit. 2-2. Bro, dat het nu 2-2 staat, dat zegt al genoeg over wat er gebeurt zometeen. Nee, toch? Oké. Ik heb nog weten te 7. Ik moet eigenlijk de muur op gaan. Ik kan dit nou niet scoren zo. Oké, ceiling shot. Bro, had ik die hex ook maar nu. Wat? Ja. Dan verloor ik met 20 Wat deed jij? Jij saved die bal geen eens. Die bal ging gewoon ineens weg. Bro, je saved op een rare manier net. Hey. Oh, je hield hem alsnog bijna tegen. Hey, dankjewel voor de nice shot. Hey, niet je hex harder zetten. Bro, ik moet achter deze bal aangaan en nu. Wat is dit? Wat? Hey, dat vind ik niet leuk, man. Wat doe jij? Bro, ik ben bang voor jou. Ik weet niet waarom. Als jij zo meteen een gekke flik gooit, dan gaat dat helemaal fout. Als ik zo'n pinch gooi dan. Maar weet je wat mij nog verbaast? Je gebruikt je hex eigenlijk nog niet maximaal. Want stel je voor, jij gaat gewoon hierheen. Gewoon naar de zijkant. Dan rolt hij gewoon letterlijk mijn goal in, hè? Dus je kan me gewoon faken. Ik zou hem nu ook in één keer gewoon... ja, dit dus. ...aan kunnen zetten op het best. En dan... nou, ik vind het al aardig goed gaan voor jou. Oké, 4-4. Je had dat bijna, maar... oh, kom op, mensen. We moeten het winnen. Ik wil sowieso tegen 2 Platinums en ik wil eigenlijk gewoon tegen 3 Platinums kunnen spelen. Oh, je gaat niet voor de kick-off? Wat is de strategie natuurlijk, want die bal gaat... oh, als het goed is. Hé? Huh? Wat was dat? Ja, jij kan ook een limited boost aanzetten. Dat is ook nog eens insane. Schot. Let's go. Ik ben er wel blij mee dat dit me lukt tot nu toe. Oké, als ik nog 1 goal maak, dan denk ik dat we wel verder kunnen naar 2 Platinums. Heb ik gescoord? Ja. Oké, ik vraag me dus echt af hoe ik dit ga doen. Oh, shit. Hey, hebben jullie een gameplan, 2 hackers, of niet? Een demo kan. Ja, jullie kunnen ook demo. Jullie hebben letterlijk 1 bot en jullie zijn met z'n tweeën. Dus het is gewoon dubbele... oh shit. Sorry. Ik ben bang voor jullie. Ik ga jullie eerlijk zeggen. Ik denk niet dat ik dit kan winnen. Als ik dit kan winnen, vind ik het aardig insane. Oh shit. 1 bot en jullie eigen goal. Oh shit. Yup, dat is 1-0 achter. Oké, focus. Hey, als het goed is, zijn jullie hacks nu geactiveerd. Ik ben benieuwd. Die bal vliegt waarschijnlijk gelijk mijn goal in aan een touch van jullie. Het maakt letterlijk niet uit hoe je hem toucht. Hij gaat gewoon op mijn goal af. Hier, check dit. What the f... why, yo, oké. Oh shit, die tweede touch. Hoe moet ik dit ooit readen? Nee, oké. 0-2 achter. 2-0 achter, 3,5 minuten. Ik moet wel echt wat anders gaan doen hier. Oh, hey. Oh. Goes. Oh ja, sorry. Ah, weet je, die pik ik wel even mee in dit postje, want het gaat niet heel goed. Heb je tenminste 1 goal, hè? Ja, hij gunt me even 1 goal, oké. Aardig. Wat? Oké, wat gebeurde daar? Oh. Bro. Oh, shit. Wat? Wat gebeurde daar? Ja, ik weet het ook niet. Jullie aimbot is echt crazy, maar goed. Oh. Oh. Op wat? Wat een redding. Nee, ik ga hier niet op tijd voor zijn, denk ik. Wat is dat? Die bal blijft gewoon zweven, bro. Ik heb 0 boost, zeg maar. Dus dit is gewoon weer een tegengoal waarschijnlijk. Ja, dit is zo pijnlijk, bro. Hé, hey, hoe groot schatten jullie de kans dat ik überhaupt nog een comeback ga maken hier? Laag. Laag, hè?
Ja, ik dus ook. Ja. Maar ik ga er gewoon de lucht in. Daar kunnen jullie denk ik wat minder goed tegen. Nou, als ik boost heb, kan ik er wel wat tegen, maar... Nu even niet. Ja, ik boost helemaal achteruit. En dan kan ik niet. Je vloog helemaal achter? Ja. Heb je geen fly hacks of zo? Kan ik wel aanzetten als je dat zo graag wilt. Als het niet moeilijk genoeg is. Nou, het is aardig moeilijk, maar ik maak wel even 2 goals achter elkaar. Dus ik zou de hacks even wat sneller zetten voor jullie. Hey, laat zien wat jullie kunnen dan. Bro, ik sta weer bijna gelijk. Oké. Rustig aan. Wat? Wat? Oh ja, handig. Bro, wat moet ik daar tegen doen? Oh god. Nee, toch? Nee, oh, dit is zo moeilijk nu. Ik zeg jullie eerlijk, jullie zijn goed op elkaar ingespeeld. Want het gaat eigenlijk vlekkeloos. Oh nee, dit gaat weer op goal, hè. Alsjeblieft. Bro, wat moet ik er tegen doen? Wat moet ik ook doen bij deze kick-off, mensen? Oké, die kon ik 7, gelukkig. Langs. Kom op. Huh? Wow, die bal bewoog. Hij bleef weer in mijn auto. Ja, die bal bewoog heel raar. Ik ben benieuwd. Nee, toch? What the fuck, ik mis de boost. Nee, dat moest ik niet doen. Oké, ik heb nog letterlijk minder dan 2 minuten over om dit goed te maken. Nee, toch? Dit gaat waarschijnlijk weer gelijk op goal. Oké, ik word gegund, soort van. Oh mijn god. Oh. Oké, langs 1. Moet laat wel maar. Een mooie goal maken. Ja. What the? Wat is dit, jongen? Nee, dit is zo... Ah, ik maak een own goal. Wat doe ik, bro? Ik heb een strategie gevonden. Ik weet wat ik nu moet doen. Ik ga die gewoon geen ruimte meer geven. Want als jullie de bal niet hebben... Ah, nee, kom op, Thomas. Wat een save. Nee, die gaat erin, hè. Ja, die gaat erin. Oh, en jullie hebben 10 goals. Hoe ga ik dit ooit oplossen? De kans is heel klein dat ik dit nog ga winnen. Maar ik heb het gevoel dat... What the fuck gebeurt hier? Ik heb het gevoel dat ik tegen 3 Platinums wel ga winnen. Ik weet niet waarom. Let op, want dit ga ik ook scoren. En als ik dit score, dan ga ik tegen 3 Platinums winnen. Ja, jullie zien het, mensen. Hebben jullie daar ook geloof in? Nee. Oh, nee, oké. Okay. Alles behalve. Oh, oké. Okay. Ah, fijn, hackers. Dat is heel fijn. Dan gun ik je het wel, maar... Ja, je gunt hem en je zet je hack steeds harder. Ja, dat wel, maar... Oké, kom op, Thomas. Ik kan nog de schade beperken hier, volgens mij. Ja. Oké, het wordt ook niet gegund. Bro, hack de goal, mijn goal. Wow, what the fuck? Wat wou ik zeggen? 15, ik zeg je eerlijk. Het kon erger ook. Oh, dan als ik nu 16 maak. Oké, 16. Hey, comeback. Oké, 17 seconden. Als ik gewoon nog een paar goals kan maken, ben ik tevreden. Oké, kom op. Let's go. Hey, het is nog soort van mogelijk. Soort van. Soort van. Maar ook weer niet. Maar goed, ik maak in ieder geval de score iets minder erg nu. Dat betekent dat ik gewoon de 1 versus 3 ga winnen van jullie. Dat zeg ik alvast. Gaan het zien, hè. Hey, let's go. Oh, ik backflip. 18, oké. Okay. 9 seconden, 2 goals. Ik heb gekkere dingen gezien dan wat. Okay, ik word niet gegund met deze kick-off. Oké, okay, ja, kijk, nu heb jij de bal aangeraakt. Dan kan ik niet zoveel doen. Ja, die bal gaat sneller. Oh, oké. Okay. Dit is nog even een invrijvertje. Mensen, geloof mij. Ik zou zeggen, blijf kijken. Ik ga de 1 versus 3 ga ik winnen. Let's go. Oké, okay, ik moet nu dus tegen 3 hackers. Bro, die bal die gaat gelijk weer mijn net in, hè. Dit is echt... Dit is zo niet leuk. Oh, ik sta gelijk 1-0 achter. Oh, shit. Ik heb nog meer dan genoeg tijd om te winnen, maar het ziet er niet heel positief uit ondertoe. Wacht. Maar dit ziet er wel positief uit. Double tap. Ah, die moest erin. Kom op. Double tap. Oké. Heb je 1 bot aan dan? Nee, ik heb normaal heb ik altijd 1 bot aan staan in ranked. Dat is hoe ik SSL haal natuurlijk. Oké, dit is waarschijnlijk een goal voor jullie als ik het zo zie. Ah, ik ben nog op zich op tijd. Oh shit. Ik word fietshard gebumpt. Mis! Nou, oké. Oh shit. Oké, kom op Thomas. Ik heb het gevoel dat ik dit alsnog kan. Oh, je controller. Wacht, dit is de enige manier hoe ik kan scoren deze dag. Het is aardig zielig dat ik 1-3 achter sta na een minuut. Dus daar maken jullie er 2-3 van. Oké, kom op. Ik ga dit gewoon winnen. Oh, mis. Oh shit, dit was gewoon een fake. Mis alsjeblieft. Ja, nee. Met 1 bot is niet te missen. Oké, let op. Ik zal jullie alvast waarschuwen. Nu is het klaar met jullie. Gewoon oprecht. Oké, misschien ook niet. Oh. Bijna bro. Dit is echt niet leuk meer. 2-5, kom op. Midboost. Nee toch, ik word weer gebumpt en die bal rolt het goal in. Oh, die bal gaat snel. Veel start, man. Ja. Maar dat is eigenlijk fijn voor jullie, want hij gaat gewoon op mijn goal af.
Let op. Oh. Nu zijn jullie aan de beurt. Let's go. 3-5, 3-5, oké. Maar nee. Ah, gunt er even een goaltje. Ah, oké, ja, dat is een goal. Die bal was echt niet in te schatten. JJPC, zo snapt hoe het werkt. Nu moet ik wel mijn woorden na gaan komen eigenlijk. Tenzij die bal gewoon gelijk weer het goal invliegt. Wat is dit, joh? Nee! Nee. Oh, my base, bro. Hebben jullie nog vertrouwen in mij, of niet? Nee. Een eerlijk antwoord, toch? Ja, nee. Er werd al heel eerlijk geantwoord, volgens mij. Zo, die bal. Oh, nee. Nee! Hoe sta ik zo dik achter? Ik vraag hem echt af. Bro, JJP, jij bent echt wel hoger dan Platinum. Oh. Nee, ik ben echt Platinum, hoor. Ik kan het bewijs laten zien. Nee, ik geloof je, hoor. Maar je bent gewoon een goede Platinum hacker, zeg maar. Bro, ik word hier ingemaakt. Hey, ik ga mijn hacks ook aanzetten, man. Oh. Ja, nu gaat het hard, hè? Nu gaat het hard. Yes. Oh, god. Succes ermee. Die zit niet. Hé? Hey. Maar ik heb geen hacks, jongens. Ik heb geen hacks. Oh. Ja. Goeie fake. Maakt je me toch wel even bang. Hop. Wow, ik word ook niet gegund, hè. Kom op, goaltje. Oké, okay, comeback. Comeback time. Oh. Let's go. Oké, wacht maar, jongens. Als jullie het kunnen, kan ik het ook. Bal. Is het... Oh, wat een save, bro. Dankjewel. Nee. Wat gebeurt er met de zwaartekracht, inderdaad? Als ik nu gewoon een blok pak... Oh nee. Mis! Lekker. En jullie zijn gewoon vieze hackertjes, maar ik ga het nog steeds winnen. Ik ben een kleine hacker, man. Ja, let's go. Ach, ik kan trouwens een ding doen. Oh, en dan zijn jullie, wat doe ik? Dan zijn jullie allemaal. Let op. Oh, ja. Wat is het? 6 goals en 10-10. Hé, ik heb het gewoon gelijk gemaakt, zien jullie? Komt ie, hè? 2 goals ook allemaal. Nee. Komt-ie. hij gaat naar rechts en naar links. Hey boys, als jullie het kunnen, kan ik het ook. Nee, grap, ik ga mijn hacks uitzetten, man. Dit kan niet. Jullie hebben jullie hacks nog steeds aan, hè? Dus ik zou zeggen, maak gebruik van. Varken! Wat? Jezus. Was het varken, bro? Ja, hij schiet hem even expres over, zodat hij daarna inrolt, gewoon. Kom op, Thomas. 11-11, op een hele eerlijke... Ja, oké. Okay. Ja, ja. Oké, okay. JJP die maakt er even winkel van. Sta ik gewoon weer achter. Dit is echt... Dit is tragisch eigenlijk. Nee, toch? Nee, toch? Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, jullie waren de betere partij. Want ik heb dus even 5 goals erbij geplust. Eigenlijk sta ik op dit moment dus 6-13 achter. Nou, 1 conclusie is gemaakt. Ik kan tegen 3 Platinums normaal winnen. Tegen 3 hackende Platinums nooit. Oké, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo hard ingemaakt zou worden. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Als jij dat nou ook vond, doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Als je nog een leuk video wil bekijken, die staat nu in beeld.